ik ook echt nieuw. Ik ben gezellig met jullie, ben ik dus vandaag. Dat ik echt denk, of ga naar huis, of kom helpen, maar ga niet alleen maar staan kijken. Eindelijk gaan kijken wat Sarah had. Ik ga er voor vanavond een relaxavondje van pakken. Dit vind ik altijd het leukste stuk van Pure of Mast. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben Sarah Mila naar school aan het brengen. Die hebben koningsspelen vandaag, wat bijna niet doorging. Maar gelukkig alsnog wel, want hier was ik niet. Maar er is inval. Dus helemaal leuk en het zonnetje schijnt, dus het gaat helemaal goed komen vandaag. Ik ben weer thuis en dat betekent dat ik thee kan drinken. En ik wil ook echt heel graag thee drinken. Dat is niks nieuws meer. That's every morning. Oké. Heel hard. Ik wilde iets zeggen. Vertellen. En ik heb geen idee meer wat. Ik heb gelijk lekker brood geroosterd met ham bij mijn thee. Ik ben gezellig met Denise. Die kwam even een bakje doen. Oh, is bij jou een bakje. Geen bakje, maar Macolage. Een blikje. Dus even een gezellig ochtendje kletsen. Ja. En niks doen, uitstelgedrag. Ben ik goed in. Ik ook, nu. In ieder geval, zo ben ik er goed in. Nee. Anders niet. Nee. We hadden het net over uitstelgedrag. En toen bedacht ik met deze doos, die ben ik dus al dagen aan het uitstellen. Want die moet weg. Maar hij is groot en heel stug. Dus ik zal hem eerst... Ik moet kijken of ik een plak kan maken of ik hem dan in zo'n groentecontainer kan krijgen, maar I don't know how to do it. Maar hij is zo goed dichtgeplakt, dat is zo bizar. Oh my god. Hoe dan? Echt? Wie verzint hij? Echt, er zit zoveel tape op dat je er gewoon niet doorkomt. Ik ben geloof ik een half uur verder, maar ik heb hem plat en ik ga kijken dus of ik hem zo in de grondcontainer kan krijgen. Oké, dit was zo erg. Ik had die doos gevouwen, maar ik kwam aan en hij was veel te breed gevouwen. Dus ik had hem zeg maar 3 keer dubbel gevouwen en dan moest hij erdoor kunnen. Maar hij moet een hoek om. Dus dat had ik bedacht. Ik doe hem een stuk in, dan buig ik hem en dan kan hij verder. En dat ging goed. Heel de tijd tot die laatste flap waar die dus voorheen mee dichtgevouwen zat. En toen zat die doos dus vast. Maar ging er niet in, maar ging er dus ook niet uit. Ik denk, oh, en als je hem zo laat zitten, dan krijg je de gemeente op je dak en dan krijg je een boete en alles. En ik denk, oh jeetje, wat moet ik nu? Het was zo erg. En ik trekken en wurmen en... Nou, ik weet niet hoe lang ik er heb gestaan. En aan de overkant stond er echt een vrouw. Die stond de hele tijd te kijken... Dat ik echt denk, of ga naar huis, of kom helpen, maar ga niet alleen maar staan kijken. Ik denk dat die vrouw echt 10 minuten gewoon heeft gestaan. Dat ik echt denk, ga weg. Als je niks aan het doen, ga dan weg. En op een gegeven moment kwam er een andere buurman, die ik dan wel ken. Die kwam aangelopen en die vroeg op een gegeven moment, wat sta je te doen? Probeer je erin te kruipen. Maar, dus ik zeg, nee, ik zeg die doos, hij wil geen kant op. Hij zegt, ik kom je helpen. En op dat moment, want ik was nog steeds bezig... Vloep die doos er zo in. Dat ik echt dacht, oh, hoe dan? Waarom dan wel? En echt, nou, het is een heel avontuur geworden, die doos. Maar hij is weg. Tijd om weer naar school te gaan en zwemles. En ik wist even niet wat ik precies aan moest doen. Want het is echt, ik liep net dus bij die bak in mijn pontjas. Maar dat was echt veel te warm. Dus nu heb ik een dunne jas aan, maar ik sta daar vaak wel in de schaduw. Dus het kan het ook wel weer heel koud gaan krijgen. Maar we gaan het moeten zien. De zwemtas staat even klaar. En als ik aan denk, moet ik op de terugweg langs de apotheek. Want ik moet echt dat spul eindelijk halen. Ik ben uit school en het was heel leuk met Koningsdag.
Wat ik met je heb gedaan is werkbladen maken. Ik heb het boekje nu erachter zitten. En iets wat ik jullie later ga vertellen, want mama mag nog niet weten wat het is. En dat ga ik haar thuis laten zien. Dus dan mogen jullie het ook weten. En nu ga je lekker naar zwemmen. Ja. Sarah is verstopt. Maar we staan vast, dus we moeten wachten voor we naar huis kunnen rijden. Mama, maar het is wel lekker. Mama, ik was met mijn knokkels tegen die hoge plank gekomen. En nu heb ik hier heel veel pijn en daar ook. Oh jeetje, moet je een kus erop? Een super mama kus. Ik zie ook nog een klein beetje bloed. Ja, dat moet je er niet aan. Ja. Nee, ik deed het eromheen. Maar dat werkt, dan geneest het sneller. Dat komt door de super mama krachten. Ja. En mag ik een TikTok? Jij krijgt ook een tik-tak-tik. Nou, vooruit. Allebei. Twee. Allebei twee? Ja. Oh. Oh. Eindelijk gaan kijken wat Sarah had. Ik heb echt nog niet gekeken, dus jullie kijken met mij mee. Oh, wat grappig. Ja. Oh, wat leuk. Superleuk. Ik ging wel meer moest opruimen. Maar het was heel leuk. Wie is dit? Dat is prinses Sarah. Nee, de koningin. Koningin Sarah. Nee, mama. Oh, en je perboekje, wat leuk. Ja, ik heb alleen eigenlijk maar slingers gemaakt. Die was best wel lang. En dit. Ja, heel leuk. Lekker weer vrijdag pastatijd. Yay. Ik heb mijn boodschappen binnen. En ik bedacht net, dit is de eerste keer dat ik mijn boodschappen volgens mij film. Dat je ze goed kan zien. Want het is nog licht buiten. Oh, en dit ga ik zo echt eten. Hier heb ik zo'n trek in. Lekker nieuwe aardbeidjes. Ik ga er voor vanavond een relaxavondje van maken. Ik heb een maskertje gepakt, deze. En het is weer lekker donker, maar ik heb tegenlicht. Van Dr. Van der Hoog Peel Off Mask. Honing. Ik ben benieuwd. Ik heb deze nooit gehad, maar is voor diepe reiniging, want ik zat aan mijn poriën. Kijk of dat zo kan laten zien. Die kunnen wel wat gebruiken. En ik krijg ook sproetjes en dat vind ik heel vervelend. Maar ik moet nog even iets pakken om mijn handen te reinigen. Ik heb net mijn huid boven al gereinigd. Want ik ga hem lekker hier op doen. En dan lekker voor de tv The Real Housewives of Beverly Hills kijken. Problemen zijn nooit leuk, tenzij ze van iemand anders zijn. Mijn masker zit erop. Ik heb even een blikje guava sap van Maza gepakt. Deze is toch wel lekkerder dan van een picknick hoor. Met een rietje, omdat dit natuurlijk steeds strakker wordt. En dan moet ik even 20 minuutjes dit lekker laten inwerken. En ik denk dat misschien mijn wenkbrauw ze ook even goed gaat doen. Want ik hou ze wel tussendoor bij, maar ze kunnen ook wel een grote onderhoudsbeurt gebruiken nu. Dit vind ik altijd het leukste stuk van Peel Off Masks. Om ze ook echt af te peelen. Maar ik moet zeggen, nou vind ik dat je dat wel enigszins voelt. Maar deze gaat er wel heel makkelijk af. Dus ik hoop dat die iets moeilijker gaat, omdat hij ook lekker veel onzuiverheden meetrekt eigenlijk. Want dat gevoel heb je altijd als hij moeilijker gaat. Deze is echt de makkelijkste ooit. Ik vind het altijd zo'n grappig gevoel. Ik ben aan het vervellen, ik ben net een slank. Ah. Hij zit hier nog. Nou, echt nog nooit gehad dat de masker er zo soepel vanaf ging. Oh, hij is een beetje naar haar gaan. Dat een beetje jammer. Ik dacht dat ik daar zo goed op gelet had. Maar helaas. Oh, hier is hij nog een beetje nattig. Ik heb het niet helemaal goed gedaan. Hij zit ook in mijn wenkbrauw, maar goed. Ik ga mijn gezicht nog even een keertje reinigen om dit er allemaal af te halen. En dan ga ik gelijk mijn wenkbrauw even doen. Het voelt wel zo zacht weer. Heerlijk. Ik heb weer iets lang The Real Housewives of Beverly Hills gekeken. Dus ik ga snel naar mijn bed. Met mijn hele zachte, veel te glippende huid nu. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.